Eerst gaan we eventjes naar Gaston Starreveld. Want die maakt natuurlijk elke week weer mensen blij met die postcode straatprijs. Mm. En dat doet hij met zijn goed gevulde enveloppen. Mm. Deze week was hij in Hoevelaken. Voor de straatprijs van deze week ben ik vandaag in Hoevelaken. En dan kom je dus hier terecht. In een wijk met huizen die gebouwd zijn in de jaren 80. Best een gezellig buurtje zo te zien. De familie Pereira. Tenminste, de bewoners, twee personen en één kater. Ah, het gaat beginnen. De gelukkige postcode van vandaag, de 3871 NT, kent 6 deelnemers van de postcode-loterij. Zij mogen in totaal 150.000 euro verdelen. Komt u verder? Ik heb goed nieuws te vertellen. Mooi, kom binnen. Ik ga met je mee. Ze zijn echt, hoor. Ja, natuurlijk zijn onze bloemen echt. Maar ik heb ook deze. Ja? Ja. Stel, er rolt een lekker bedrag uit. Wat gaan we ermee doen? Nou, het is al heel lang geleden dat ik de wereld overtrok. Ik zou best wel weer eens willen. Ik wil een nieuw tuinhuisje. Een tuinhuisje? Ja, ja. Wat een nieuwe berging. Oh, ja, dat is wel een heel knibbelknabbelknuisje. Ja. Doe het maar. Doe het maar. Met alle plezier. Wow. 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 Zo, nou, dan kan ik voor naar Azië. Dat dacht ik. En terug ook gelukkig. Oh my god. Het is zeer mooi. Ach. Hé. Hey. Voelt goed zo, hè, liefde? Ik blijf bij hem staan. Ja, dat mag, hoor, schat. Dat mag. Ja, ik kom misschien een beetje nuchter over, maar... Ja, dat compenseert uw vrouw wel. Zo is het. Zo is het. Het leuke is van de postcode straatprijs, we hebben alle winnaars bij elkaar gezet. Ja. Want ik heb ook op één van de adressen nog een auto uit te reiken. En daar hoort u natuurlijk ook bij, want u maakt ook nog kans op de auto. Zullen we? Ja. Geef me een arm. Ja. Neem ik u mee. Ik zet u even hier neer zo. Ja, oké. Okay. Oh, lieve deelnemers allemaal. Het moment is daar dat één van u nog kans maakt op de auto. En kijk maar even, want daar komt hij aan. En nogmaals, ik gun hem u allemaal van harte, maar in de straatprijs mag ik er per week maar eentje weggeven. En deze van deze week is gewonnen door mevrouw Rijndam. Oh, hoppelijkeetje. Oh. Nou, daar zit ze, hoor. Je kan hier in terrein komen. Lieve deelnemers, ze is er hartstikke blij mee. Ja, zeker weten. Geniet ervan, hè. Ik zal het doen. Doeg. Dit was Hoevelaken. En volgende week ben ik misschien wel bij u in de straat. Ja, dan moest Gaston naar huis lopen. Ja. Die had de auto niet meer. Ja.